Welkom in het business zone van de voetbalvereniging Dunspeet, waar we gaan napraten over de wedstrijd van vanmiddag. Ja, 4-2 overwinning voor de bezoekers uit Kampen, Doskamp in dat geval. Trainer daarvan is Marcel Post, staat hier aan mijn linkerzijde, aan de rechterkant. Erwin Brem, de trainer van Dunspeet. Maar Marcel, die krijgt uiteraard de eerste vraag als bezoekende trainerclub. Marcel, vorige week een 6-0 nederlaag tegen WAC. Dat was even slikken, notabene op eigen terrein. Vanmiddag ja, was er twee keer terugkomen uit achterstand. En toch de volle winst naar je toe trekken. Ja, als je even terug kort naar vorige week gaat. Dan is het als team hebben we daar zeker naar twee goals binnen een minuut tegen. Laat je al zitten. En na de 3-0 laat je het eigenlijk lopen. Valt het uit elkaar als elftal. En dat is ook de opdracht voor vandaag. Dat je bij elkaar moet blijven als elftal. En gezien het terugkomen twee keer is dat goed gelukt. Ja, de eerste keer uit de penalty. Daar kom je uiteindelijk op achterstand, weer gelijk. En dan ineens dat doelpunt wat uit de lucht komt vallen, die 2-1. Ja, goede goal. Ik denk ook dat het de enige speler is van Nunspeet die op dat moment daar vandaan op goal schiet. En jullie weten natuurlijk dat de keeper die bij ons nu op de goal staat, wel eens wat verder voor zijn doellijn staat dan normaal. Dus ja, weet je, we hadden hem wel gewaarschuwd, maar het gebeurt toch. En maar in de rust wel aangeeft van, het is in mijn ogen wat gelukkiger 2-1. En je hebt zelf 2-3 momenten al gehad om de 1-2 te maken, voetballend. En dat moet je vasthouden. En lukt dat, dan verwacht ik dat we hier nog steeds kunnen winnen. Ja, Nunspeet die beperkte zich veelal tot het wegspelen van de bal weer. Waar jullie weer konden komen. Jullie waren in voetballend opzicht toch wel de betere ploeg. Nou, ik denk het ook wel. Ik denk zeker met onze team die we door lieten zetten op het centrum. Dat er heel snel een lange bal kwam vanuit Nunspeet. En dat we daar van de 10 ballen, dat we konden er 8 pakken. Want als je ze laat spelen en je geeft ze wat meer ruimte, dan kunnen ze wat makkelijker de cross gerichter op Huygen of op nummer 9 spelen. En dan wordt het wat lastiger voor ons. Naar de andere kant dan waren Erwin Brem. Vorige week waren de druiven zuur. Toen hing er een stunt in de lucht. Mogelijk gelijkspel tegen DFS in Opheusden. Uiteindelijk dan toch nog met lege handen. Maar daar kon je nog vrede mee hebben. Maar vandaag zal ieder heel anders tegenaan kijken. Ja, dat klopt. Ja. Heel anders. Nee, je staat er gewoon met heel gemengde gevoelens. Na vorige week eigen teamprestatie, collectief, dicht bij elkaar, compact. En vanaf minuut 3-4 keken we elkaar al aan van dit wordt vanmiddag een best een zware middag. Marcel, collega, geeft al mooi aan dat de nummer 10 vroegtijdig door liet stappen. In de eerste helft hadden we daar nog een linkspoot centraal staan. Dus dat pasten we in de tweede helft aan. Maar we kwamen eigenlijk niet in ons spel. Linie stonden ver uit elkaar. Verdiensten van Doskampen, de tweede bal hadden we niet. Dus we wilden graag in duels komen. Op het moment dat we de bal wel hadden, wilden we ook graag de zijkant aanspelen. Of wat we de laatste weken goed doen, las aanspelen en dan doorvoetballen van de onderkant. Ja, maar eigenlijk hebben we daar vandaag heel weinig van gezien. En dat is jammer. Dat is niet lekker. Wat was de opdracht aan de spelers vanmiddag? Nou ja, heel duidelijk. Wat al achter mij gezegd is winnen. Weet je, ongeacht wat we ook op de mat leggen, in ieder geval een goed resultaat. We moeten het gat verkleinen naar 1 punt. En na vandaag sta je op 7 punten. Dat is een verschilletje van 3 wedstrijden. Dus dat wordt pittig. Kijk, en we wilden vanaf minuut 1 eigenlijk de strijd aangaan, zodat we de duels gingen winnen. En eigenlijk, omdat de eerste thuiswedstrijd was, een goed resultaat boeken met ook goed verzorgd spel voetbal. Nou ja, dat hebben we vandaag niet kunnen laten zien. Nee, want die strijd die is het nooit geworden. Nunspeet steeds maar achter de feiten aangelopen. Want in voetballend opzicht, ja, heb ik heel weinig gezien vanmiddag. Heb je zelf goed geconcludeerd. En wat gaat er nu aan gebeuren? Ja. Weet je, je zet gewoon de lijn van werken in het proces zet je gewoon verder uit. Dat is dat je gewoon wekelijks weer op de dinsdag en de donderdag gewoon weer verder gaat ontwikkelen. En hier moeten we heel snel lering uittrekken, ook met oog naar volgende week. En dan missen we waarschijnlijk 2 spelers door de schorsing. Dus zullen we weer andere jongens op een bepaalde positie moeten zetten. Nou ja, dan moet je er weer als team staan. Massa geeft mooi aan vorige week 6-0 een oorwassing. En als ik zie hoe ze vandaag zich daar gereverseerd van hebben. Nou, weet je, dat is een ontzelde om dat signaal af te geven. Ja. 4-2 overwinning is een prima herstel vergeleken met vorige week. Maar ben je er nu ook om op deze wijze de competitie verder te spelen? Nou, we hebben een serie nu van 5 wedstrijden tot Go Ahead. Want dat is altijd apart natuurlijk. En dan hebben we 4 concurrenten. Laat ik Apeldoorn er even buiten. En we hebben gezegd, daar mag je gewoon niet van verliezen. En als je dat doet, dan doen wij als promovendus denk ik het goed. En dan heb je grote kans om deze klasse te blijven. En dat is ons eerste doel, handhaving. Ja, want het was eigenlijk de wedstrijd gespeeld in 4 minuten tijd. Hè? 55ste minuut wordt het gelijk 2-2 via Van Putten. Prima doelpunt overigens. En 4 minuten later sta je op voorsprong. Wat denk je dan?
Lekker. Nee, dat is wel lekker. Kijk, je geeft het in de rust aan dat er ruimte ligt. Als je kijkt naar het compacte deel. Vorige week speelde Nunspeet misschien wat meer achter de bal dan nu. Je speelt ook thuis en je wil wat meer naar voren voetballen. Nou, en daar konden wij wel gebruik van maken. Omdat als wij indribbelden, dat ze niet heel vaak echt druk op de bal. Waardoor je een vrije bal achter de laatste lijn kan leggen. Nou, en daar ligt wel gevaar en daar hebben wij snelheid. En dat, ja, dat hebben wij een leuke ploeg. Maar of Erwin, ja, heel veel die lange bal naar voren toe. Wat uiteindelijk tot niks leidde. Toch kom je met 2-1 op voorsprong. Wat heb je in de rust tegen die jongens gezegd? Nou, in eerste instantie hoefde er niet zoveel te zeggen. Want de jongens die legden zelf op 4-5 punten zelf de vinger op de gevoelige plek. Nou ja, dus daar pak je met elkaar, spreek je met elkaar over. En hoe wil je dan de tweede helft aanvliegen? Nou ja, dat doe je al een wissel toe. En daaromheen zeg je gewoon, geef je gewoon aan met elkaar van hoe willen we de tweede helft ingaan. Dus in ieder geval, meer die strijd en compactheid. En dan worden er over bepaalde dingen gesproken. En vanuit bepaalde spelsituaties stonden we gewoon niet goed. We wisten dat die nummer 10 continu diep ging tussen onze laatste linie. Dan geef je aan van jongens, dat pakken we gewoon man op man. En we moeten niet in de overname zitten. Nou ja, als je dan ziet hoe die 2-2 valt. Dan denk je van ja jongens, daar moeten we snel met elkaar dan lering uit trekken, volwassen van worden. Ja, zo'n bal valt er een keer in. En ik denk dat er bij de 3-2 en de 4-2 dat we niet even fortuinlijk en gelukkig zijn in een stukje wegwerken van de bal. En dat daar Doskampen, nou, dwingen ze dat af, fortuinlijk en gelukkig op een 3-2 en een 4-2 komt. Ja, je zei het net al van we missen waarschijnlijk twee spelers vanwege een schorsing. Nou, ik kan je dat wel bevestigen. Dat het zeker is dat Pelgrim en Hogendoorn volgende week geschorst zijn. Maar ook Enes Kekli-Koglu, die vanwege studie vertrekt naar Spanje, ga je missen. Hoe ga je dat allemaal oplossen? Ja, met de groep die je tot je beschikking hebt. Kijk, er zijn al weken dat je met spelers gewoon in gesprek bent. Dat ze aangeven van trainer, wij kloppen aan de deur. Nou ja, vanaf volgende week kunnen bepaalde jongens die kans met twee handen aangrijpen. En dan wordt alleen de concurrentiebeding maar groter. Dus dat is positief. De selectie wordt er niet groter op. Nou ja, goed, dat is aan ons om met de riemen die we hebben daarmee om te gaan. Nou ja, goed, we zullen zien. Ja, maar hoe gaat het met het vertrouwen van de groep? Nou, dat kun je zelf beter vragen. Nee, weet je, kijk, na vandaag zitten verschillende elementen in wat totaal niet goed uitpakt. Nou ja, laat dan alles maar in één wedstrijd vallen. En dan vanaf volgende week tegen DTS ook weer een goed verzorgd voetballende ploeg. En moet je er als team collectief staan en dan kan het maar 90 minuten zo heel anders zijn. Ja, de ploegen die onder jullie staan op de ranglijst, want jullie blijven tiende, die verliezen ook allemaal. De schade valt wat dat betreft nog enigszins mee. Ja, maar we willen niet naar anderen kijken. Kijk, we hadden op voorhand dat we heel duidelijk neergelegd. We willen vandaag een goed resultaat voor het thuisblok neerleggen. En voor onszelf, dat je dat gat verkleint met 1 punt. Na 1 punt. Kijk, en na vandaag, na 90 minuten, verlies je met 4-2. En is dat gat 7 geworden. Kijk, en er was vandaag maar 1 ploeg die recht had op de overwinning. Op de 3 punten. Dat was Doskampen. Ik zal de laatste zijn die dat zegt. Alleen de manier hoe we dat de doelpunten dan weggeven. En ons meer voetballen. Ja, dat geeft stof tot. En daar moeten we snel harde lering uit trekken. Ja, de druiven zijn van deze week zuurder, hè? Nou, ik heb bewust de handen in de kontzak. Want dan zeg ik, een trainer is ook niet van steen. Maar deze komt wel even binnen met elkaar. Ja, kan ik me voorstellen. Marcel, stabiele middenmotor nu? Dat is wel ons doel eigenlijk. De volgende fase, zeg maar, in het na het promoveren in de eerste klasse worden. Dat we als vereniging denk ik ook moeten kunnen zijn. Maar wel ja, met onze eigen principes wat we willen. Voetbal over de grond, veel jongens van onszelf. En, nou, en hopelijk lukt dat allemaal. Goed, dank u wel heren voor de kritische commentaar op de wedstrijd Nunspeet-Doskampen. Wat vanmiddag eindigt in een overwinning voor de bezoekers uit Kampen 2-4.